Iedereen is druk. Met werk, afspraken, social media. Voldoende bewegen schiet er soms bij in. Jammer, want bewegen is goed voor ons lichaam en hoofd. Bewegen maakt je fitter. Het verbetert je conditie en zorgt ervoor dat je lekkerder in je vel zit. Hoe dat werkt? Als je beweegt, gebruik je je spieren. Die trekken samen met hulp van brandstof en zuurstof. Je longen halen zuurstof uit de lucht. Dit komt via je bloed in je hart, dat het bloed naar je spieren pompt. Brandstof komt vooral uit voeding en komt ook via je bloed bij je spieren. Hoe meer en intensiever je beweegt, hoe meer zuurstof je nodig hebt. Dat is de reden dat je sneller en dieper adem gaat halen. Daarnaast versnelt je hart om deze extra zuurstof via het bloed naar je spieren te pompen. Bewegen zet je lichaam dus aan het werk, waardoor het sterker en efficiënter wordt. Je lichaam leert beter brandstof en zuurstof opnemen. Je hart wordt groter en sterker. Je krijgt sterkere spieren, botten en gewrichten. Bewegen gaat dan steeds makkelijker. Daarmee nemen ook de gezondheidsvoordelen toe. Voldoende bewegen verlaagt het risico op chronische ziektes als hart- en vaatziekten, diabetes type 2, verschillende soorten kanker. Daarnaast verbeteren ouderen met voldoende bewegen hun spierkracht en loopsnelheid. Ze blijven langer vitaal en zelfredzaam door een lager risico op botbreuken en andere lichamelijke beperkingen. Bij kinderen zorgt regelmatig en veelzijdig bewegen voor een betere botkwaliteit en goede motorische ontwikkeling. Bij kinderen met overgewicht en obesitas verlaagt bewegen de BMI en de vetmassa. Ook onze mentale gezondheid heeft baat bij bewegen. Bewegen houdt ons denkvermogen op peil en verlaagt het risico op dementie en de ziekte van Alzheimer. Bovendien helpt bewegen bij stress en vermindert de depressieve en angstige symptomen. Tot slot slaap je beter als je regelmatig beweegt. Regelmatig bewegen is dus gezond voor lichaam en hoofd, hoe jong of oud je ook bent. Voldoende bewegen is goed. Meer bewegen is beter. Hoeveel beweging je nodig hebt? Kijk voor de beweegrichtlijnen op beweegrichtlijnen.nl. Beweeg jij voldoende? Doe de beweegrichtlijnen-test. Meer weten over de effecten van bewegen? Of wil je praktische tips en tools bij het in beweging komen? Kijk op kenniscentrumsportenbewegen.nl.